Een hele goede morgen, beste deelnemer van dit webinar. Het is 21 juli, Het is een paar minuten voor 12, 2 minuten voor 12. Ik ga eens kijken of ik dit scherm in ieder geval eventjes kan veranderen naar een bewegend beeld. En ja, het is inderdaad een hele goede morgen, hè, want we zien de AEX nu live. 699,02, we gaan iets meer dan 0,5% omhoog. Ik denk dat we hier live gaan meemaken dat we de 7 weer in de AEX gaan zien. Dat hij eigenlijk start met een 7, minimaal 700 punten. Dus ik denk dat iedereen daar wel blij mee is, tenminste de meeste mensen. Even kijken, ik ga ondertussen eens even naar de chatfunctie toe. En ik ga aan iemand vragen of ik in ieder geval ook beeld en geluid heb. En even kijken, dan moet ik eerst even dit aantoetsen. Want hij staat tegenwoordig altijd... anders ingesteld op een of andere manier. Dus misschien kan iemand in de chat even aangeven of er inderdaad ook beeld is en dat je me ook gehoord. En ik krijg al meteen reacties, hartstikke fijn. Hans zegt beeld en geluid, prima. En Stefan, loud en clear inderdaad. Dankjewel Stefan en Hans. En Rolde is ook. En Martin zegt ook prima te verstaan. Dat is super. Ik ga ondertussen dan, ja, ik ben een man, twee dingen tegelijkertijd. Ik ga ondertussen naar de participants toe. Even kijken. En of ik Raoul zie. Als het goed is, heeft hij zijn hand omhoog gestoken. Dat is altijd makkelijk. Dan ga ik Raoul eventjes promoten to panelist. En als hij dan binnenkomt, dan kan ik hem daarna gaan promoten naar co-host. Even kijken. En ik zie dat er nog veel meer reacties binnenkomen. Fijn dat het allemaal het doet. Martin had het inderdaad gezien. Prima te verstaan. En Jack is er ook bij. Hartstikke leuk. Ook Jack en Rick is erbij. Super. Beeld en geluid zijn goed. En W. Bruzik. Busic, misschien moet ik dat zeggen, beeld en geluid, prima. En Claire is er ook bij, goedemiddag Claire. Goedemiddag Menko, prima beeld en geluid. Dat is allemaal goed, even kijken. Ik ga ondertussen even naar Raoul toe. Dan moet ik even... Goedemorgen. Hey, ja, dat is beter. Kijk aan, want... goedemiddag ineens. Goedemiddag inderdaad. 10 seconden. Kijk Raoul, want ik moet jou nog eventjes promoten naar co-host, want dan kun jij zo meteen ook jouw PowerPoint gaan... sharen, want we gaan het vandaag in duo doen, een duo presentatie, Raoul en ik. Raoul, aan jou de eer om even te vertellen waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, dit is het maandelijks terugkerend webinar van geavanceerde order inleg. Jullie als het goed is handelen jullie allemaal met Trader Workstation, of denk ik ver weg de meeste. Dat is het handelsplatform van Maxim. Maar goed, op de achtergrond eigenlijk van Interactive Brokers natuurlijk. Of je nou bij Link zit of bij Maxim of een andere. Meestal heb je dan toch allemaal gewoon Trader Workstation. En het is een complex pakket. Het biedt heel veel mogelijkheden. Dus dat kost enige tijd om er wat handigheid in te krijgen. Maar als je die handigheid hebt, dan zul je zien dat het ook wel heel krachtig is. En waarmee je heel prettig kunt handelen. Naar mijn idee in elk geval. En ja, als jullie daar wat meer vaardigheid in krijgen door deze webinars te bekijken. Dan kun je daar veel baat bij hebben, denk ik. Ja, dat is inderdaad het geval, Raoul. En we hebben het zo afgesproken dat ik het eerste gedeelte voor mijn rekening ga nemen. Ik ga eigenlijk... Ja, altijd in twee stappen. De basisinvoer ga ik met je doornemen. Hoe selecteer je een aandeel of een optie? Hoe ga je dat ding kopen, dan wel verkopen? Hoe doe je dat op de juiste manier? En we hebben het zo afgesproken dat Raoul het tweede gedeelte voor zijn rekening neemt. En die gaat meer het geavanceerde gedeelte voor zijn rekening nemen. En daar zal hij dan ook verder een toelichting over geven. Maar voordat we daar naartoe gaan, Raoul, even... inzoomend op de AX. Ja, 699,51. Ik zeg wel inzoomend, maar eigenlijk wil ik uitzoomend, want één dag is natuurlijk geen dag. Ik wil graag ook vanuit een breder perspectief kijken. En dan ga ik hier bijvoorbeeld naar year to day. Vanaf de start van het jaar zou je denken, 1 januari is dat, maar dat was een zaterdag. Hè? Dan hebben we lekker vrij, tenminste bij beursmensen. Dus de start was op maandag 3 januari. Schrik niet. Toen stond de AEX op 803,31. Dus meer dan 100 punten hoger dan nu. En als je dan nog wat verder uitzoomt, dan hebben we het hier wel eens vaker gehad over een heel vervelend patroon wat zich heeft voorgedaan in deze grafiek, zijnde de AEX-index. En dat is een kop-schouderformatie. Hier is de kop of het hoofd, hè, dus hoofdschouderformatie, kop-schouderformatie. Hier aan de linkerkant zie je een linkerschouder en aan de rechterkant zie je een rechterschouder. En voor de technische analisten onder ons, hè, die zien hier een patroon in. En dat voorspelt niet veel goeds. Dat voorspelt namelijk neerwaartse koersen.
En dat, ja, dat patroon is valide. En de vraag is natuurlijk hoe lang dat patroon geldig blijft. We zien hier in november dat die kop is neergezet. Ik heb hier 829 gezien. Dus ik rond dat even af op 830 punten. En vanaf dat moment is in wezen een heel mooi patroon van, volg mij maar eens maar even mee, met lagere toppen en lagere bodems ontstaan. En dat gaat maar door. Hè? Dus elke keer een lagere top, hier weer een lagere bodem. Hier wordt een lagere top gevormd, hier een lagere bodem. En toen dachten we eigenlijk, omdat dit nogal in een rap tempo ging, was het net voor de optie-expiratiedag van maart. En toen dachten we hier van, hey, als dit patroon zich voortzet, en hier dachten we eigenlijk van, goh, hier zou best wel eens wat positiviteit in die markt terecht kunnen komen. Hè, want hier is in wezen een hogere bodem gevormd. Hè, dus hoe gaat zich dat dan verder verhouden? Maar hier was de kracht van de beren, hè, dus van de neergaande trend, toch te sterk. Hier is in wezen gewoon weer een lagere bodem gevormd. Ja, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Ik zie toch weer lichtpuntjes. Ik zie elke keer lichtpuntjes. Ja. Nou, Raoul, het zou best wel kunnen, maar dan vind ik nog steeds dat er eerst in eerste instantie natuurlijk eventjes een hogere top gevormd moet worden. Dus zolang we niet boven die 7, 10, 7, 15 noteren, dan denk ik ook dat we eigenlijk nog moeten spreken, is er sprake van dat het patroon nog geldig is. Pas daarboven, dan is, dus boven die 7, 10, 7, 15, dan zou je kunnen zeggen dat er een hogere top gevormd is. En dan is het patroon dus afgelopen. Nou, ik kan me voorstellen, patroon, dat snapt iedereen, dat is niet tot in de eeuwigheid geldig. Want dat zou betekenen dat we over een jaar of 3, 4 op nul staan. Nou, dat geloof ik niet. Hè? Koninklijke Olie op nul, Unilever op nul, Axo op nul, Philips op nul. Dat gaat natuurlijk allemaal niet. Maar voorlopig zitten we nog eventjes gevangen in dit gebeuren. Nou, het was spannend. Ik wou eigenlijk best wel een primeur meemaken dat de Ajax eventjes zijn best doet om hier in ieder geval weer met een 7 te noteren, maar dat doet hij niet. Nou, dan krijgt hij ook meteen op zijn donder, want dan ga ik hem wegzetten. En ga ik je meenemen naar het Trader Workstation van Raoul, wou ik zeggen. Van Maxim. En Raoul vertelde zojuist al dat dat in wezen het handelsplatform is waar Maxim gebruik van maakt. Eigenlijk is het handelsplatform van Interactive Brokers. En zowel Maxim als Lynx als EasyBroker, et cetera, die maken hiervan gebruik. Dit is het handelsplatform, maar als ik even met de muis hier naar boven toe ga, dan zie je dat dit hier staat in het rood. This is a paper trading account. Oftewel, je hebt de mogelijkheid bij Maxim om daar natuurlijk een bankrekening te openen en daar in te gaan handelen. Dat is ook verder prima, maar je hebt ook de mogelijkheid om een paper trade account te openen. Wat is een paper trade account? In wezen geeft Maxim jou 1 miljoen dollar. Nou, dat is altijd hartstikke leuk. Echter, het is monopoliegeld. Dus je kunt met die 1 miljoen dollar kun jij gaan handelen wat je wil. Je kunt kopen wat je wil, je kan verkopen wat je wil. Maar je kan, kun je allemaal lukraak doen. Maar je kunt het ook zo doen dat je zegt, ik ga mezelf trainen met allerlei strategieën die ik op het oog heb. En die wil ik dan wel in de praktijk laten zien. Dus kijken of dat inderdaad rendeert. Maar de winsten zijn niet voor jou, want het is een monopolie-account, het is een papertrade-account. Maar het betekent ook dat de verliezen, stel nou voor dat het allemaal verkeerd gaat, dat de verliezen ook niet voor jou zijn. Dus de mogelijkheid heb je bij Maxim om dat papertrade-account te openen. Dat is geheel gratis, kun je gewoon aanvragen. Ze moeten daar even ergens een vinkje zetten. Je kunt ze even opbellen of ze dat vinkje voor jou ook aan willen zetten. En dan kun je doen en laten wat je wil in dat papertrade-account, zonder dat het dus daadwerkelijk ook meteen effect heeft op jouw eigen vermogen. Hè? Dus de winsten zijn niet voor jou, verliezen zijn ook niet voor jou. Trader Workstation ziet er in wezen zo uit. En ik wil je eigenlijk twee manieren laten zien hoe je een order ingeeft. Ik ga je eerst de meest logische manier laten zien. Dat je denkt, nou ja, goed, hè, dat is natuurlijk hartstikke logisch dat je dat op deze manier doet. Laten zien. En dan ga je daarna ook vertellen dat eigenlijk de methode is die ook het meest foutgevoelig is. Dus vanwege het feit dat die meest foutgevoelig is, ben ik ook geen voorstander van. En zal ik je ook een tweede methode laten zien die veel minder foutgevoelig is. Hè? Op het moment dat je iets wil gaan kopen of verkopen, ik zal niet zeggen dat dat een stukje spanning met je op, bij je oplevert. Maar je wil het natuurlijk altijd goed doen, je wil geen fouten maken.
Want voor hetzelfde geld heb je opeens iets gekocht wat je eigenlijk wilde gaan verkopen of vice versa. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Nou, eerst maar eens even kijken hoe we het op een normale manier kunnen doen. Nou, stel nu voor dat ik het aandeel AXO, die heb ik hier 700 in de portefeuille, dus positie 700. Dat ik zeg, nou, ik wil die eigenlijk 300 stuks wil ik gaan verkopen. Dan ga ik hier naar linksboven naar het ordervakje, of ja, het tapdingetje of het vierkantje van order. En hier komt meteen eigenlijk ook wel het probleem, want hier zegt hij al meteen, wat wil ik eigenlijk gaan doen? Ik wil gaan buyen of ik wil gaan sellen. Dus op het moment dat je even niet oplet en je zegt hier, nou, ik wil 400 stuks wil ik gaan verkopen. En je hebt eventjes niet in de gaten dat, dat Maxim dit al voor ingevuld heeft. Dan betekent het dat je die 400 stuks gaat kopen. Dat is dus het grote nadeel van het feit dat volg mijn muis maar even, dat je hier aan de linkerkant bovenin het vakje order ziet staan. Die is al voor ingevuld. Nou, ik wil dus gaan verkopen. Dan druk ik dus op sell. Ik ga normaal gesproken altijd met een limiet order werken. LMT staat voor limiet. Maar dat doe ik in het kader van deze sessie niet. Ik ga eventjes met een marketed order werken. En ik moet er eventjes nog bij zeggen dat het Papertrade account weliswaar met echte koersen werkt, maar die zijn wel 15 minuten vertraagd. Dus in het kader van deze sessie ga ik eventjes allemaal market orders doen om te laten zien dat ze ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Maar in de praktijk ben ik er een groot voorstander van om altijd te werken met een limietorder. Raoul doet dat ook met zijn futures en mini futures. Ik doe dat ook met mijn opties. En ik stel eigenlijk ook voor op het moment dat je aandelen wil gaan kopen, verkopen. Sorry, ik heb een hele vervelende hoest. Die zal ik af en toe nog eens even laten horen. Excuses daarvoor. Maar ik wilde dus eigenlijk zeggen, geef ook altijd op het moment dat je aandelen wil gaan kopen, verkopen, altijd een limietorder mee. Ik doe dat dus nu niet, even in het kader van deze sessie. Ik had dus gezegd, ik wil 400 stukjes AXO gaan verkopen. En ik druk dan op transmit en dan krijg ik een pop-up scherm te zien. En ik heb een tijdje bij een vermogensbeheerder gewerkt. En een van de belangrijkste dingen die ik daar geleerd heb, is om altijd een order hardop terug te lezen. En ook geconcentreerd. Hè. Je kunt hem al hardop voorlezen, maar dat betekent nog steeds niet dat je geconcentreerd bent. Dat je echt kijkt wat je aan het doen bent. Nou, wat wil ik hier doen? Dus ik zeg sell, ik wil verkopen. Ik wil 400 stuks van AXO verkopen en dat wil ik met het ordertype market doen. Nou, dat is inderdaad ook correct. Ik heb het hardop voorgelezen. Dat is inderdaad ook correct wat ik wilde. Dan druk ik op override en transmit. En dan zul je zien dat die order ook naar de beurs gaat en dat die ook uitgevoerd gaat worden. Sterker nog, hij is ook al aan het uitvoeren. Op het moment dat ik hier op trade history druk, dan zul je zien dat, even kijken, als het goed is, komt dit ook naar voren. Dat er dus hier staat sold, 400 stuks AXO of 64,5. En dat die inderdaad uit mijn portefeuille verdwenen zijn. Even kijken, ik had er dus 700 en hier staat dus inderdaad... Dat trade history krijg je niet te zien. Dat window met je trades, dat moet je dan weer activeren, weet je wel. Ja, even terug. Ik ga het dan even zo doen. Stop share. Share screen. Waar staat deze? Ja, als het goed is dan wel op deze manier, Raoul, dankjewel. Ja, dus, klopt. Dat rode vakje dat aan het knipperen was, dat was de trade history, dus de transactiehistorie. En dan zie je hier inderdaad staan, sold 400 stukjes AXO voor 64,5. En dat is dan meteen ook uit mijn portefeuille verdwenen. Dan moet ik waarschijnlijk weer eventjes even terug naar share screen en dan naar het gewone platform. Als het goed is dat nu weer zichtbaar. Nou, ik had dus inderdaad ook 700 stuks in de portefeuille. En je ziet dus dat ik hier 400 stuks verkocht heb en ik heb er dus nu 300. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor als je opties wil gaan kopen of verkopen. Stel nu voor dat ik heel erg positief ben op de AX-index. En ik zeg, hey, ik wil call-opties op de AX gaan kopen. En dan met een looptijd van december 2023, de call 950. En je ziet hier trouwens staan dat Maxim de AX-index opties noteert als EOE. Dus op die manier wordt die functie gewaardeerd. Trouwens, stel maar voor dat je wil gaan opzoeken
dat je een bepaalde optie wil gaan doen. Hè, dat kan ik eigenlijk trouwens even veel beter laten zien. Stel voor dat je, nou, we gaan wat dicht op de wal zitten. We gaan in augustus gaan we een call-optie willen we gaan selecteren. Hoe doe je dat nou precies bij Maxim? Je gaat hier, je zoekt een lege regel. En daar druk je op EOE. En vervolgens druk je op de enterknop. Dan komt er een pop-up scherm naar voren. Nou, ik wilde inderdaad gaan handelen naar, met opties. En dan krijg ik een optiescherm tevoren. Komt er naar voren toe. Raoul, als het goed is, is dit dan wel te zien. Hè? Dat is niet een separaat scherm. Hè? Klopt, die komt altijd wel naar voren. Ja, ja, klopt. Oké, okay, super. Ik vertelde dat ik in augustus wilde gaan handelen. Die staat hier toevallig al voor ingevuld. Maar stel nou voor dat ik een andere looptijd wil selecteren. Dan druk ik hier op More. En dan krijg ik een hele rits aan looptijden te zien. Zelfs tot aan december 2026 aan toe. Je ziet het trouwens staan dat er af en toe MOA tussen staat. Hè? Dus je ziet augustus een volle serie, zo moet ik het eigenlijk zeggen, de AEX-serie. En je ziet een augustus MOA. Hetzelfde geldt voor de september. Je ziet een september AEX staan en een september AEX MOA. De MOA staat voor de 1/10 variant van de normale call of put opties. Dus wil je bijvoorbeeld wel een transactie gaan verrichten en dat niet in je Papertrade account doen, maar in je eigen account doen, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om voor een MOA variant te kiezen. De winsten zijn dan 1/10, de verliezen zijn dan ook 1/10. Als je wil oefenen, ben ik een groot voorstander van dat je dat doet in het Papertrade account. Maar als je echt voor het echi wil gaan, dat is toch net even weer iets anders dan dat je in een Papertrade zomaar even aan het handelen bent, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om voor die MOA te gaan. Nou goed, hè, maak mee. Ik wil nu even voor de augustusserie gaan. Stel voor dat ik zeg, nou, hè, laten we maar even kijken, die 700-serie, dat ik die wil selecteren. Daar druk je dan op. Je gaat hier trouwens aan de linkerkant staan alle call-opties. En aan de rechterkant staan alle put-opties. Dus op het moment dat ik op deze regel ga staan en ik druk erop, dan zul je ook zien dat die call-optie geselecteerd wordt. Hè. Dus ik kan de call-optie 700 selecteren. Of de 710, maar zo kan ik ook de put-optie 700 selecteren. Op het moment dat ik erop druk, dan komt die in je scherm te staan. Ik had gezegd dat ik die call-optie wilde gaan kopen. Nou, stel eens voor dat we een beetje ruig gaan doen. Hè. We gaan 10 stuks willen we kopen. En ik wilde je eigenlijk laten zien dat ik een tweede methode heb, in plaats van dat ik dus hier op die order druk. Hè. Op het moment dat ik hier op deze call-optie selecteer en vervolgens op order druk, dan komt hij natuurlijk in mijn scherm terecht. Maar ik had je verteld, deze is een beetje foutgevoelig. Dus dat wil ik eigenlijk niet. Raoul heeft eigenlijk al, die heeft het veel slimmer gedaan. Die heeft deze orderknop verwijderd. Maar bij mij staat hij er nog in. Wat is de allerbeste methode om te handelen? Nou, je gaat dus op deze call-optie staan. Ik zal hem even iets separaat zetten, hè, zodat het duidelijk is dat we deze gaan doen. En de tweede methode, dus de veel betere methode, de minder foutgevoelige methode, is eigenlijk deze. Je gaat erop staan en vervolgens pak je je rechter muisknop. Dat is eigenlijk de truc. Je gaat erop staan, je drukt op je rechter muisknop en dan komt er dit naar voren. Dan komt er te staan, wil je die call gaan kopen, buy, wil je die call gaan verkopen, sell, of wil je een bepaalde optiestrategie gaan innemen. Nou, ik had gezegd, ik wil 10 stuks van deze call optie gaan kopen, dus ik druk op buy. En dan komt hij dus meteen in één keer goed te staan. Hè? Want dan is het dus niet zo dat ik iets wil gaan kopen en dan staat hij op verkoop of net andersom. Ik heb doelbewust een keuze gemaakt om iets te gaan kopen of iets te gaan verkopen. Nou, ik heb gezegd, ik wil 10 stukjes gaan kopen. En normaal gesproken, nogmaals, hè, doe ik dat altijd met een limit order. Maar nu even voor deze sessie doe ik dat met een market order. Even kijken. Dan druk ik op transmit. Ik lees hem dan nog een keertje hardop voor. Wat ben ik dus van plan om te doen? Ik wil gaan kopen. Wat wil ik gaan kopen? De AX, hè, dus nogmaals die EOE. De AX wordt aangeduid met EOE. De augustus serie. De 700 strike. Wil ik een call optie gaan kopen? 10 stukjes had ik in gedachten. En dat wil ik met een market order gaan doen. Dat is inderdaad exact wat mijn vooropgesteld plan was. Dan druk ik op override en transmit. En dan zul je zien hè, dat die stukjes ook gekocht zijn voor €15,55. Maakt dus niet uit. Hè. Het zijn nogmaals papertrade sessies. Dus ik kan hier wel 100 van die dingen kopen of verkopen. Of tegelijkertijd op allerlei transacties doen. Hier zit ik puur te werken in mijn papertrade account. Dus alle winsten en verliezen die is allemaal maar monopoliegeld. Maar hier kun je dus wel jezelf opleiden om bepaalde strategieën in te nemen.
Je ziet hier ook dan meteen staan, de 10 stukjes staan in mijn portefeuille. En ik heb daar dan doelbewust over nagedacht om deze stukjes in te nemen. Dat was eigenlijk mijn gedeelte. Dus je kunt een aandeel selecteren, je kunt opties selecteren. En het allerbelangrijkste is dus dat je inderdaad altijd die rechter muisknop gaat noteren als je een call of put opties of aandelen wil kopen of verkopen of daar bij opties in ieder geval een bepaalde strategie in wil hanteren. Of als je puur naar aandelen kijkt, bijvoorbeeld aan de KPN, dan zul je zien dat je die aandelen kan kopen of kan verkopen. En bij aandelen, ja, dat geldt nog één extra dingetje, dus close. Dat betekent uiteraard dat je de positie wil sluiten. Op het moment dat je, dat kan ik trouwens ook even doen. Stel voor, ik ben niet zo positief over KPN. Dan druk ik inderdaad op mijn rechtermuisknop. En dan zeg ik wil mijn totale positie sluiten. Ik druk op close. En dat betekent eigenlijk dat er al voor ingevuld staan dat de 300 stuks die ik in portefeuille heb, dat die ook allemaal daadwerkelijk verkocht gaan worden. Even kijken, doe ik ook eventjes met een market order, zodat ik ook inderdaad ook kan laten zien dat die 300 stukjes weggaan. Ik lees hem altijd goed na, altijd nog een keertje lees ik hem hardop op. Wat wil ik gaan doen? Ik wil verkopen 300 stuks KPN en dat wil ik gaan doen met een market order. Dat is inderdaad ook het geval. Dus ik wil alle stukjes uit mijn portefeuille verdwijnen. Ik zie dat ze verkocht hebben voor 3,324. Nou, dus dat is mooi. En ik zie hier dat er ook inderdaad 0 posities in mijn portefeuille staan. Dus de volledige aantallen aandelen KPN die ik in mijn PaperTrade account had, die heb ik in zijn totaliteit ook verkocht. Dus nogmaals, pak altijd die rechtermuisknop. Dat is de beste manier, de minst foutgevoelige manier om transacties te verrichten. Even mijn hoesje ertussen door. Even kijken. Kan er een vraag tussendoor? Ik wou zeggen, ik ga eens even naar de chat, want er zullen ongetwijfeld wat vragen zijn. Soms kan ik ze beantwoorden, maar soms ook niet. Je ziet de vraag zelf af van TJ. Nou, ik ga bovenaan beginnen, bij Roel. Bij de MOA zijn de kosten dan ook 1/10. Dat is een interessante vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik weet dat op het moment dat je een call and put optie op de AX gaat verkopen, dat je €1,31 betaalt. Weet je wat ik doe? Ik ga Maximus bellen en kijken wat dat is. Ik handel zelf eigenlijk nooit met die MOA's, dus daarom weet ik ook niet wat de kosten daarvan zijn. Maar ik ga je beloven dat ik contact met Maxim op ga nemen. Maar misschien staat het ook op hun website trouwens hoor. Maar ik ga ze wel even bellen en dan zorg ik dat ik in de volgende maand dat ik een antwoord heb op jouw vraag wat die kosten zijn. Ik denk trouwens niet dat dat meteen ook 1/10 is, want er zullen toch ook bepaalde transactiefees gelden bij Maxim. Maar wat ik nu vertel, dat is puur wat ik even in mij opkomt. Ik weet niet of Maxim daar op die manier ook naar kijkt. Even kijken, ik zie een vraag van Tom. Bij Futures is het ook zo. Bij Futures heb je ook een kleinere variant. Die is niet inderdaad, in omvang is 1/10, maar in transactiekosten is die niet 1/10. Dus dat zou hier ook zo kunnen zijn. Oké, nou, dat zou dus in de lijn kunnen liggen met de opties. Want dan zouden ze futures en opties op dezelfde manier behandelen. Relatief duur. Even kijken. Dan is het inderdaad relatief iets duurder. Dat klopt. Even kijken. Tom zegt, als je een optie verkoopt, dan ontvang je de premie. Dat klopt. Kun je uitleggen waarom je dan niet direct ziet in Maxim TWS onder column daily profit and loss of unrealized profit and loss? Een voorbeeld is dat ik een premie van €1000 zou moeten krijgen bij een ingenomen short strangle optie positie, maar bij de net liquid value links zie ik dat niet meteen terug. Misschien wel op de expiratiedatum een beetje winst heb. Dat is even verwarrend voor mij, misschien ook voor anderen in deze sessie. Hoe interpreteer ik de waarde tussentijds onder de genomen kolommen? Tom, eigenlijk is het zo dat op het moment dat jij een optie gaat kopen, dan wel gaat verkopen, dat het bedrag meteen bijgeschreven wordt in jouw account, dus in jouw cash rapport. Dat is inderdaad volgens mij niet zichtbaar bij TWS, of Raoul moet mij even corrigeren. Maar ik heb wel eens een keer begrepen dat op het moment dat je naar het cliëntenportaal van Maxim gaat, als je naar het cliëntenportaal van Maxim gaat, dan kun je daar op trade reports drukken
Het is niet heel makkelijk te vinden. Ik heb er zelf ook wel eens eventjes een paar minuten naar moeten zoeken. En dan kun je dus alle transacties die je verricht hebt en daar de resultanten van, die worden daarin weergegeven. Dus bij trade reports in het cliëntenportaal. Ja, het is inderdaad zo dat het niet staat in de Trader Workstation. Ja, ik weet ook niet of Maxim dat wil veranderen. Ik kan me voorstellen dat zij gewoon gebruik maken van het handelsplatform van Interactive Brokers. Even kijken, ik zeg dat Jean-Pierre zegt, ik heb geluid. Ja, ik zag inderdaad dat je geen geluid had en de meeste mensen wel. Jean-Pierre, dat is fijn dat je nu ook naast het beeld ook geluid hebt. Nogmaals van harte welkom. Oké, Raoul die heeft inderdaad over de vraag van Tom, had hij iets gezegd. Raoul zegt, kun je de paper trade 1 MOA laten zien? Dan zie je toch ook de transactiekosten. Nou, ga ik eens even kijken. Even kijken, ga ik doen. We gaan EO selecteren, we gaan even naar de opties. We gaan naar de MOA, we gaan naar de 700, die selecteer ik. Even kijken, die kan weg. Die ga ik een stuk of 5 kopen. Even kijken. Oh, een paar keer ingegeven. Limietprijs markets. Stel dat ik de 5 wil kopen. Druk op transmit. Even kijken, ik lees nog even na. Ik wil 5 stuks kopen van de MOA. De call 700 type market. Klopt. Voor 16,50 gekocht. Dan ga ik naar trade history. En dan zie ik dan staan. De commission is 1,50. Nou, deel door 3, dat zou dan 30 cent zijn. Nou, misschien dat het toch inderdaad een stukje goedkoper is. Ik denk dat het inderdaad dan waarschijnlijk toch goedkoper is. Maar ik ga het voor alle zekerheid ga ik het even navragen. Maar ja, zoals het er nu naar uitziet, zou het inderdaad dus die MOA een stuk goedkoper zijn om te handelen dan de gewone AX-optie. Even kijken, ik ga weer terug naar boven, want ik zie een aantal vragen staan. Roel had dus inderdaad die MOA. Ja, het is MOA, dus 1/10 variant. Hebben we gedaan, dus inderdaad, ik denk inderdaad dat dat een goedkopere variant is. En Frans zegt, hoe kan ik de weekopties selecteren? Oké, nou ga ik even kijken, Frans. Ga ik naar de EOE. Ik ga naar... Futures. Daar deed ik iets te vlot. EOE. Opties. Dan ga ik ze allemaal selecteren. Even kijken. Ik heb hier alleen maar maandopties. Dan ga ik eens kijken op... Dat is eigenlijk ook hetgene waar ik altijd in handel. Hoe kan ik dat selecteren? Durf ik even zo niet te zeggen. Goeie vraag. Dat kan eventjes niet via deze methode. Op het moment dat ik toch Maxima aan het bellen ben voor de zekerheid voor die MOA-kosten, ga ik ook eens kijken. Ook hier handel ik niet in weekopties, dus dat kan ik ook... Ik kan je daar geen antwoord op geven, Frans. Maar die vraag ga ik ook voorleggen, dus in het volgende webinar kom ik daar op terug. Jeroen zegt, vervelend, mijn internet vliegt er steeds uit. Oei, dat is jammer, Jeroen. Misschien een keertje Ctrl-Alt-Delete en weer terug erin of zo. Dan zien we je direct ook wel weer terugkomen. En eerlijk gezegd, waar zie je de premie die je gaat ontvangen? Ja, dat is dus je koopt of je verkoopt tegen een bepaalde koers. En ja, dat is inderdaad de premie die je ontvangt, even afgezien van de transactiekosten. Dat is uiteindelijk dan natuurlijk ook de netto opbrengst.
En Roel zegt, hoe geef je een short strengel op weekbasis? Ja, die weekbasis kan ik dus niet selecteren, beste Roel. Jean-Pierre zegt, ik heb het grootste gedeelte van het webinar gemist, al de opname bekijken. Ja, dit webinar, ik had eigenlijk nog niet eens gezegd, dit webinar wordt opgenomen. Wordt ook geplaatst op mijnpubbeleven.com, dus daar kun je het altijd terugzien. En Claire zegt, bij Trading Workstation kun je het zien in de mozaïekversie. Oké, nou Bart, Claire, goede opmerking. Ik ga eens, dan zit hij natuurlijk even in de war met mijn mozaïekversie. En dan zou het dus op deze manier kunnen moeten zijn. Even de chat wegzetten. Even kijken, hoe gaan we... Ja, de mozaïekversie, daar heb ik persoonlijk ik zal niet zeggen een hekel aan, maar dat vind ik heel onoverzichtelijk. Hè? Je ziet hier allerlei dingen waar ik allemaal geen interesse in heb. Ik wil alleen maar kijken naar de dingen waar ik in geïnteresseerd ben. Even kijken, hoe kan ik dat hier doen? Even hoe ik dat zou kunnen doen. Hoe kan ik er hier eentje bij zetten? Nee, hier niet. Nou Claire, ik denk dat jij de volgende keer het webinar mee moet gaan geven. Want deze mozaïekversie, dat vind ik veel te veel ruis op de lijn. Ik doe het eigenlijk altijd zo. Ik zet hem eventjes netjes terug. Dat ik naar mijn gewone versie kijk. Ook wel even terug kunnen zetten naar de classic versie. En want daar zie ik puur precies wat ik nodig heb en waar ik in wil gaan handelen. Even kijken. En Christophe gaat mij volgens mij helpen. Volgens mij komt het bedrag bij het schrijven van de optie er onmiddellijk bij in de cashbalans. Ja, klopt inderdaad volgens mij ook, Christophe. Als je de balans voor het schrijven 1000 euro is en je hebt 300 euro ontvangen, dan is je cashbalans 1300 euro. En de net liquid value zal dan verminderen met de waarde van de margin. Ja, klopt inderdaad. Ik denk dat je gelijk hebt, Christophe. Ik vertel het eigenlijk ook al een beetje. Je kunt dat terugzien in dat cash report op de cliëntenportaal. En Claire zegt, je ziet altijd je aantallen euro's en dollars die je in bezit hebt. Klopt inderdaad ook, Claire. Dankjewel ook. En Christophe zegt, sorry voor mijn onwetendheid, maar wat is de MOA? Ja, Christophe, het is eigenlijk zo. Jij volgt ook mijn transacties bij optiebeleggen. En ik handel altijd op een column put optie op de AX-index. En dat is een gewone normale versie. Maar je hebt ook een 1/10 variant. En die noemen ze de MOA-versie. Dus als je met 1/10 mee wil doen, met een bepaalde transactie, maar je wil niet het volledige risico lopen, heb je natuurlijk ook niet de volledige mogelijkheid op winst, ook niet de volledige risico op verlies. Maar dan kun je die MOA selecteren. En dat is de 1/10 variant van de AX-optie. Even kijken, onderin staat een vinkje, zegt Jeroen. Even kijken. Kan via optiestrategie. Oké. Tom zegt, Adclair en Christophe, dank. En Theo zegt, goedemiddag, beursbengels. Ja, even kijken, ben iets later ingelogd. En Rol zegt inderdaad, Theo en Menko. Ja, hoi, hoi. Even kijken, Rick zegt, bij de verkoop van de opties zie je de ontvangen premie direct in je cashpositie. De P&L geeft per ingenomen positie het resultaat, niet voor de cash. Bij de bepaling van het net liquid value wordt naast de cashpositie ook de waarde. Ja, dat klopt inderdaad. Even kijken. Christophe zegt, dag Menko en Raoul, de weekopties kan je selecteren via option trading. En dan de drop-down AX, rechts van de FTA drop-down selecteren. Oké, nou, die gebruik ik eigenlijk nooit, maar daar gaan we nu. Want ook voor mij is het ter lering en de vermaak, beste Christophe. Wat is dit? Oh, dividend. Doe ik het niet goed? Even kijken. Option trader, zei ik toch? Druk ik nou iets verkeerd aan? Even terug. Oh nee, wel goed. Jij zegt dan eigenlijk, ja, ook dit is eigenlijk wat ik nooit gebruik. Hè? Dus val ik meteen door de wand, hè? Dat ik eigenlijk altijd de meest simpele manier van handelen gebruik. Even kijken. Ja, dan moeten we hier eerst natuurlijk ook een AX-optie gaan kunnen selecteren. Add buttons. En Christophe zegt, het kan ook via jou weg, Minko. Nou, ik ga even dan...
ja, dat lijkt mij ook dat het gewoon in wezen via dit kan. En dan word ik een beetje boos op mezelf dat ik dat niet weet. Ik ga terug naar opties. En gewoon in mijn eigen classic versie. Dan moet ik dat toch ergens kunnen selecteren als ik gewoon op more druk. 19, de MOA. Dan zou ik toch eigenlijk gewoon ergens de weekversies moeten kunnen zien. Is dat met TabView? ListView? Dit venster maximizen. At all. Hey, wacht eens even. At all misschien. Zou dat het geval moeten zijn? Nee. Ik denk onder training class. Oké. Okay. Aha. Potverdorie. Rick, hartstikke goed joh. Klasse. Ja, hier zie je dus inderdaad de weekoptie staan. En je ziet dus inderdaad dat ik eigenlijk alleen de AX heb genoteerd. Ik ga die MOA trouwens, nou, die laat ik wel even bij staan. Bij trading class, we hebben het gevonden. Potverdorie, hè? Daar hebben we toch iets meer dan een half uurtje over gehad. Hier kun je dus inderdaad de weekopties selecteren. Hartstikke fijn. We hebben het gevonden. Ik ga ze voortaan even bijzetten. Dan kan ik dat in een volgend webinar ook laten zien. Hoppatee. Goh, hartstikke fijn. Ja, de A21. Ja, even kijken. Nou moet hij het dan natuurlijk wel even goed doen. Of moet ik hem eens eventjes opnieuw? Ja, dit zijn ze allemaal. De 21ste is de dagoptie. Ja, dat is inderdaad vandaag. X4 is de 4e vrijdag van juli, et cetera, et cetera. Ja, de enige verschil is natuurlijk hè, de 3e vrijdag van de maand. Dan is het de, laat ik zeggen, de hoofdexpiratiedatum. En dan heb je geen weekoptie in die 3e vrijdag van de maand. Want dan is dat natuurlijk uiteindelijk ook de normale maandoptie. Hè. Zo zit het in elkaar. Dus voor alle weken heb je een weekoptie, behalve voor uiteraard de 3e vrijdag van de maand. Voor mij de belangrijkste dag van de maand zelf. Even kijken, Roel, want met deze zoektocht hebben we aardig wat tijd opgesoupeerd van jou. Zal ik eens even heel snel... Dit zijn mooie dingen ook, hè? Die interactie en met elkaar nieuwe dingen vinden. Ja, leuk. Het is gelijk het mooie aan het platform. Het is complex, het biedt veel opties. Maar uiteindelijk, als je ze door hebt, dan is het ook wel mooi. Ja, absoluut. Zeker weten. Zal ik het zo gaan doen dat ik even mijn scherm ga stoppen met sharen? Ja. Ik zal mezelf trouwens ook even innemen. Dan kun jij jouw PowerPoint uploaden als het goed is, of tenminste share screenen. Yes. Even kijken, ja. Ja, je kunt heel diep graven in Trader Workstation. En nou ja, die optievragen, daar ben ik ook nog nooit geweest in dat deel van Trader Workstation. Dus ja, ongelooflijk. Kijk, weet je wat het is? Harm heeft zijn website natuurlijk, mijn.belegger.com, maar die heette voorheen de slimste belegger. Onder het motto, samen zijn we slimmer. Samen zijn we slimmer dan de markt en samen komen we ook verder. En dit was natuurlijk ook een uitstekend voorbeeld daarvan. Dank jullie wel ook voor jullie hulp. Ik ben zelf ook weer een stukje wijzer geworden. Ondanks dat ik er niet in handel, in weekopties, weet ik nu ook wel waar ze staan. En dat is ook weer iets moois, mooi opgepikt. Ja, leuk. Nou, ik begin even met een grafiekje. En ik heb het verleden wel vaker gezegd, van ik begin weer positief te worden. Nou, een aantal keren werd dat afgestraft, want dat was onterecht. Ik meende dat ik hier positief werd. Nou, dan zien we dit. Maar als we nu naar de laatste paar dagen kijken. Grafiek van S&P 500. Hè, dit is S&P 500. Ziet er iets anders uit dan de AEX. Maar hier zie je weer zeker een hogere bodem dan hier. En we zien ook voor het eerst dat het 20-daags voortschrijdend gemiddelde al wat omhoog begint te knikken. Nou, dat is ook een tijd geleden. Hè, dat deed eigenlijk hier voor het laatst echt. Maar toen waren we ook al een stuk boven dat gemiddelde. MACD, nou, die is al een tijdje positief en wordt hier wat positiever. Maar goed, in deze fase ging het min of meer schoksgewijs zijwaarts. Dus nou ja, ik zeg het wederom, ik begin positief te worden. Die houding heb ik liever dan dat ik denk het einde van de wereld is nabij.
Maar goed, de rode lijn moet boven de groene en de groene moet boven de grijze en die is ook allemaal weer omhoog. Maar de eerste positieve signalen kun je nu objectief vaststellen. Hopelijk houden ze aan. Althans, ja, vind ik nog wel prettig. Ik zal weer met het tweede deel verder gaan in de tweede workstation. Wat Menko net liet zien, dat was het openen van de positie op allerlei mogelijke manieren. Dat noemen we dan de parent order. Daarmee open je een positie en met een child order kun je een positie sluiten. En je kunt met verschillende child orders koppelen aan je parent order. Elke child order kan een eigen conditie hebben waaronder die afgaat. Dus voor de hand liggend is natuurlijk dat het maximaal verlies is bereikt of dat je winstdoel is bereikt of nog iets anders. Dus ja, hiermee open je en hiermee doe je in feite een omgekeerde actie. Dus ga je hier long, dan ga je met een child order, ja short, je sluit weer, je verkoopt weer, dan zit je weer op nul. Nou, dat is eigenlijk de hoofdlijnen wat ik zo meteen zal laten zien. Maar wat je niet wil hebben, is dat als je de positie hebt verkregen via de parent order, dat bijvoorbeeld eerst child order 1 afgaat en later nog een keer child order 2 en misschien nog wel meer. Want wat krijg je dan? Stel je begint met het kopen van 100 aandelen, dan is je positie 100, hè, plus 100. Trade Workstation werkt met plus en min. Hè, plus, dan zit je long. Min, hè, negatief, dan zit je short. Dan verkoop je eigenlijk iets wat je niet hebt. Dan ga je dus van 0 hè, naar min 100. In dit voorbeeld ga ik even uit van dat je long zit. Dus je koopt 100, dan heb je een positie van plus 100. Stel, child order 1 gaat af, want je maximale verlies is bereikt. Nou, dan verkoop je 100, zit je weer op 0. Zou de markt daarna weer stijgen en je komt bij je oorspronkelijke winstdoel uit, dan zou je weer 100 verkopen. Maar ja, je had de 0, hè, na hier had je de 0. En kom je dus op min 100. Oftewel, je zit op dit moment short. Nou, deze ketting dat wil je voorkomen. Je wil dat er één child order afgaat die de positie sluit. En de overige child orders moeten dan gecanceld worden. Nou, dat is precies wat er voorhanden is. Een zogenaamde one cancels all group. Alle child orders moeten in één groep zitten. En dan zal er altijd maar maximaal één afgaan. En dan worden de overige gecanceld. Nou, dat is precies wat je wil hebben. Ik zei al, hè, wat voor soorten child orders zijn. Nou, het meest voordeel ligt natuurlijk de stop loss. Die gebruik ik altijd. Je wil altijd je verlies op enig moment afkappen. Maar een winstdoel is ook natuurlijk voordeel liggend. Tezamen noemen ze het ook wel bracket order. Hè. Bracket, een begrenzing aan beide kanten. Je begrenst het verlies en je begrenst ook eigenlijk je winst. Want daar dan zeg je, nou, dat is het genoeg, dan neem ik winst. Een andere child order kan zijn een trailing stop loss. Of je sluit je positie op een bepaald tijdstip. Dat moet dan wel met een market order, hè, want je weet niet wat de koers op dat tijdstip is natuurlijk. Maar zie, dit zijn allemaal child orders die je oorspronkelijke positie kunnen sluiten. En misschien zijn er nog wel meer te bedenken. En die bewaken je positie in feite. Dat is het prettige eraan. Je kunt het allemaal al van tevoren instellen. Dus als je nog op dit punt zit, je bent je parent order nog aan het invoeren. Dat kan een limit order zijn, die misschien niet gelijk geraakt wordt. Kun je ook al je child orders koppelen. En dan kun je weglopen. Want als je de positie verkrijgt, weet je dat alle child orders ja, geactiveerd worden, de positie gaan bewaken. Ze worden niet getriggerd gelijk natuurlijk, maar dan vanaf dat moment bewaken ze gelijk je positie. Nou, dat is natuurlijk een hele veilige manier van trading. Nou, laat ik eens even gaan kijken. Dit is het standaard inlogscherm van Interactive Brokers. Klik dan even op paper trading. Ik wil je dat ook al zien, dan wordt hij roze. Je kunt hier waarschijnlijk gewoon inloggen met je normale live account. Krijg je gewoon dezelfde omgeving. Ik had het net al even gedaan, dus ik schuif deze nu even in beeld. De orderknop bij mij is weg inderdaad. Je kunt het allemaal heel mooi configureren. Als je een knop weg zou willen hebben, rechte muisknop erop. En dan kun je ze remove. Nou, trade log, ik laat die staan, die vind ik wel handig. Maar zo kun je alle knoppen weghalen die je weg wil halen. Of je kunt toevoegen, add more buttons. Zie, daar staat hij. Daar staat hij weer bij. Zo kun je toolbar zelf configureren. Oké. Ik handel altijd in futures, maar wat ik nu laat zien, dat doe ik nou even met een future, maar dat kun je overal mee doen. Dan kun je gewoon even makkelijk met wat mooie ronde getallen werken. Dat kun je overal op toepassen. Die staat hier, dus de IS van september. Dat is de S&P 500 future. Dat is de future, die volgt dus de S&P 500. Maar goed, dat maakt voor dit voorbeeld niet uit. We gaan nu een order invoeren.
mijn werkwijze, stel ik loon wil gaan, hè, dan moet ik zijn bij de mensen die willen verkopen. Dus de mensen die, de ask price. Wat wordt er voor gevraagd? Dat moet ik bieden. Althans, als ik het gelijk wil hebben. Ik begin daarmee. Ik klik gewoon op deze prijs. Klik. Zie, en dan wordt er meteen een order aangemaakt. Buy. Dit is de demo account. Quantity 1. Limiet. Ik kan nog een prijsje vullen. Nou, laat ik die eventjes wat onder de markt leggen nog voorlopig. Laten we zo eens even doen. Nou, nog iets verder. Even een stukje onder de markt dat je even blijft staan. Gewoon zo meteen, ik schuif even deze door, want dan zien we hier dat die standaard GTC is. Time in force. Nou, voor futures, die kun je dag en nacht handelen. En dit wil ook zeggen dat die dus dag en nacht doorloopt totdat de order gecanceld wordt. GTC staat voor good till cancels. Het kan zijn dat je dat niet wilt. Hè? Je zegt aan het eind van de dag, als de limiet niet geraakt is, wil ik dat de order wordt gecanceld. Nou, dan zet je hem op D. Transmit staat nog op T. Dus ik heb hem nog niet getransmit. Ja, hij zit nu, hij bestaat alleen nog maar in Trader Workstation. Want ik ben natuurlijk nog niet klaar. Laat ik beginnen met een bracket order koppelen. Dus ik klik met de rechtermuisknop op dat buy. Je kunt denk ik wel op meer plekken klikken. Daar of daar. Als je maar op die regel klikt, denk ik. En dan zeg ik attach bracket orders. Wat mij betreft is dat de meest basic set van child orders die je altijd in elk geval zou willen toevoegen. En dat dit minimaal zou ik denken. En je ziet in de kolom key dat de parent heeft een key 1 en de child orders hebben key 1.1, 1.2. Waarom hij dit zo sorteert, weet ik niet. Ik zou hier 1.1, 1.2 en zo doornummeren, maar goed. Het gaat over hetzelfde account natuurlijk. En je ziet hier al in de kolom OSA group. Lang getal staan. Dit heeft tweede workstation voor mij bedacht. Maakt niet uit wat voor getal het is, als deze twee getallen maar aan elkaar gelijk zijn. Dat betekent, ze zitten in dezelfde groep. En overigens, deze kolom headers, die kolommen, die kun je allemaal aanpassen. Ik heb ze natuurlijk al een tijdje zo staan zoals ik wil hebben, maar je kunt hier, als je met de rechter muisknop op klikt, kun je natuurlijk, je kunt zomaar even kolom inserten, toevoegen. Maar als je het even wat beter wil puzzelen, kun je zeggen customize layout. Dan krijg je al je kolommen die je zou willen toevoegen. En je hebt market data columns en order columns. Het ene gaat over marktdata en het andere gaat over je order. In feite staat hier alles bij elkaar. Marktdata, prijzen, biedvolumes, laadvolumes, maar ook je order data. Oké, ik heb nu dus een bracket order toegevoegd. En hij heeft standaard al een prijs ingevuld. Dat heb ik gedaan met presets. Kun je allemaal natuurlijk wijzigen. Ga ik binnen configure. Kijken waar het zit. Soms is Trader Workstation heel traag. En dat zie je nu dus. Hè. Ik zoek even op de term preset. En hij gaat meteen hard aan het werk. Terwijl het toch een overzichtelijk lijstje zou moeten zijn. Je kunt per je security, dus een future of een optie of aandelen, kun je zeggen wat voor presets je zou willen hebben. Oh ja, presets. Nou, die had ik natuurlijk ook wel gelijk kunnen vinden. Presets, dan kun je zeggen, nou, voor aandelen. Niet zoveel dingen, maar als ik even hier kijk, futures. Ja, dus het presets hangt aan de hoofdboom, zeg maar, en dan bij futures. Maar goed, je kunt het ook voor andere dingen instellen. Heb je allemaal, je hebt ook time in force, GTC heb ik standaard op GTC staan. En zo kun je meer dingen instellen, als je dat prettig vindt. Dan staat dat meteen goed. Ja, de parent order, die zet ik 40 punten boven mijn aankoopniveau, bijvoorbeeld. Ja, dat is ook een soort standaard. En mijn stop los 20 punten eronder. Nou staat dat meteen al goed. Oké, ik ga even hier naar terug. Dus mijn limietprijs is 39,40. Nou, je ziet het. Mijn winstdoel is dan 49,80. 40 punten boven aankoop. En mijn verlies neem ik op 39,20. 20 punten aankoop. Dat staat direct goed.
Wat hij nou ook doet, omdat ik de parent order als geldigheid D heb gegeven, doet hij dat bij de child orders ook. Maar het is de vraag of dat wel zo prettig is. Want stel dat je de positie verkrijgt, dan worden de child orders natuurlijk geactiveerd. Die gaan de positie bewaken. Maar als daar bij de child orders ook D staat, dan zouden ze die positie bewaken tot het einde van de dag. Dat zou ik niet willen. Dus die child orders moeten, naar mijn idee, gewoon altijd op GTC staan. Ze moeten de positie bewaken zolang die bestaat, hè, tot in de eeuwigheid. En je ziet hier nog wat staan, omdat futures ook dag en nacht kunnen worden verhandeld. Ik klik er nog een keer op. Staat er een vinkje bij trigger outside RTH. RTH staat voor regular trading hours. Voor aandelen speelt hij niet, maar dus voor opties wel. Voor futures. Omdat ze dag en nacht verhandeld kunnen worden, wil je ze ook buiten de reguliere uren kunnen verhandelen. Dus ook binnen buiten de reguliere uren, dat je je verlies neemt als dat zich voordoet. Of winst als dat zich voordoet. En wat zijn dan die reguliere uren? Dat zijn de Wall Street uren, zeg maar. Dus 3:30 Nederlandse tijd tot 22:00 s'avonds Nederlandse tijd. Heb ik ook standaard aanstaan. Als die van toepassing is, kan het helemaal geen kwaad. Maar dat vind ik noodzakelijk eigenlijk dan. Maar goed, als je een hele grote handelaar bent met duizenden contracten, dan wil je misschien niet tijdens de nachtelijke uren je positie met een market order sluiten. Want het handelsvolume is dan wel een stuk lager. Daarom is dat ook een overweging voor grote handelaar om het dan niet te doen. Maar goed, voor een kleine handelaar met één future, die kun je altijd kwijt tegen een redelijke prijs. Oké, dus dit is de bracket order. Heb ik die op toegevoegd? De child order. Twee child orders die vaststaan op het moment dat ik ze nu vastleg. Nu ga ik een trailing stop los. Wacht, ik kan eens even de grafiek laten zien. Ja, klopt, Ruud. Volgens mij zijn er ook inderdaad aandelen die je voor of zelfs na die uren kunt handelen. Dus dan moet je even in de gaten houden, inderdaad. Als je een grote, of als je een positie hebt, zeker met hefboomproducten, met aandelen valt misschien nog mee hoor, maar met hefboomproducten die riskant zijn, dat je denkt, nou, ik wil er toch uit kunnen. Als het verlies het maximum bereikt is, dan moet je daar wel echt even op letten. Ik zal deze even iets kleiner zetten. 3 dagen op 1/2 uur. Nou, hier zie je 3 lijntjes staan. Dit is mijn aankooplimiet. Hier neem ik verlies. En daar neem ik winst. En ik kan hem ook hier oppakken. De muis precies goed zetten. En dan kun je hem verslepen. En dan gaan het verlies en het winstdoel verschuiven mee. Maar goed, stel dat ik nu dit invoer en ik loop weg en de positie wordt geraakt. Ik verkrijg de positie en dan blijven die stoploss en winstdoel blijven staan. Maar nu wil ik eigenlijk ook dat als ik een beetje op winst kom te staan, dat mijn in eerste instantie mijn maximale verlies wordt verkleind. En daarna wil ik ook dat een klein beetje van de winst wordt veiliggesteld. Nou, daar hebben we de trailing stoploss voor. Klik ik over hier met de rechtermuisknop, attach een trailing stop. Hier 1.3 heeft hij gekregen. Dit is gelijk gebleven in dezelfde OSA group. Het ordertype is trail. De afstand is 30 punten. Nou, laat ik ook zo staan. Dat is ook mijn preset. En ook die zet hij weer standaard op D. Dat is omdat mijn parent order de helderheid D heeft. Dus die zet ik ook even op GTC. En nog steeds, als ik nog verder naar rechts ga, zie je dat de transmit kolom, alles moet nog transmit worden. Hè? Dus dit staat alleen nog maar in Trader Workstation. Oké, en nu wil ik ook de positie sluiten aan het eind van de dag. Dan wil ik niet klaar zitten door achter de computer of zo. Nee, ik wil gewoon dat het automatisch gebeurt. Aan het eind van de dag noem ik dan eventjes als de RTH-uren aflopen. Dus 22:00 s'avonds Nederlandse tijd. Of 10:01 doe ik dan liever eventjes vanwege de exact om 10:00 is zo'n beetje gekte. Doe ik weer iets toevoegen, rechtermuisknop, attach. Dan kies ik eerst even een stop, want ik wil eigenlijk een market order doen. Maar ik doe eerst een stop. Dat is 1.4 geworden. Ja, doe ik een verkoop natuurlijk. Aantal ook 1. Zelfde groep, stop. En die zet ik even op market. Als ik het hierbij laad, is het niet zo zinvol. Want ja, dit zou betekenen dat zodra ik de positie verkrijg, hij direct weer door deze market order wordt gesloten. Dat wil ik natuurlijk niet. Dus ik zeg tegen die market order, dat ene child order zeg ik,
Je mag pas afgaan. Hier rij moet ik hebben. Ja. Je mag pas afgaan op het aangegeven start time. Ik heb dat kalendertje. Nou, vandaag. Let ook even op dat hier dus Central European Time staat. Hè. Doe ik even 21:59. He, dus niet precies 10 uur, want dan gebeuren er soms een beetje rare dingen. Hè? Dat is het sluiten van de markt. En ja, je kunt ook zeggen 1 minuut over 10, want de futures lopen daarna ook door. Dat kun je net zo goed doen hoor. Maar exact 10 uur is misschien, nou, daar krijg je soms gekke effecten, heb ik al gezien. Nou, in het pakket dus 1 parent order, 4 child orders. Waarom zou je een trail en een vaste stoploss doen? Nou, ik heb het al een beetje gezicht natuurlijk. Als ik alleen een trail zou doen in dit geval, dan zou mijn maximale verlies 30 punten zijn. Nou, als ik dat te veel vind, dan voeg ik dus een vaste. Hè, dan heb ik dus deze vaste stoploss gekoppeld met slechts 20 punten verlies. En het idee van een ruimere trail is dat wanneer de positie op virtuele winst komt te staan, dat je dan de koers meer bewegingsvrijheid wil geven. Ik zou natuurlijk ook een trail van 20 kunnen doen. Dan is mijn maximale verlies ook 20. En zodra mijn positie $1 in de plus staat, gaat hij meteen mee trailen. Dan blijft de maximale bewegingsruimte van de koers 20 punten natuurlijk. Hè? Die trail staat dan op 20. Ook een prima keuze. Maar goed, dan heeft de koers minder ruimte. En dan ja, kun je de pech hebben dat hij net even die trail aanraakt voordat hij weer verder omhoog gaat. Eigenlijk moet je deze getallen, hè, 30 en zeg maar 20 punten en 40 punten, moet je eigenlijk als een percentage beschouwen. Hè? Want we hebben ook al bijna 5000 gestaan, dus je moet eigenlijk een beetje een percentage denken. Kun je overigens ook als percentage invoeren hoor. Hè? Amount staat hier nu, maar je kunt ook als percentage doen. En als je die waarde een beetje consequent kiest, dan zul je zien dat je trading daarin ook wat consistenter wordt. Maar goed, dus met zo'n trail geef je eigenlijk aan van, met zo'n grotere trail geef je eigenlijk aan van, nou, als ik op winst kom te staan, dan zal uiteindelijk mijn maximale verlies wel iets worden verkleind. Maar ik bied dan de koers ook iets meer bewegingsvrijheid. Nou, laat ik maar eens even op Ben Smith klikken. Er komen natuurlijk een paar van die waarschuwingen voorbij. En nu zijn ze op Ben Smith. En als we even in de grafiek kijken weer. Nou, je ziet de trail wat verspringen. Dat is natuurlijk even misleidend. Want je denkt, waarom verspringt die trail? Die staat toch op 30 punten? Ja, hier beweegt hij nog mee met de actuele koers. Dus het trailniveau beweegt nu nog mee met de koers. 30 punten onder de koers beweegt hij mee. En als ik de positie verkregen heb, blijft hij dat ook doen. Maar dan hangt hij aan de positie in feite. Je ziet hem nu bewegen, maar dat is, ja, dat zegt nu even nog niet zoveel. Uiteraard, de vaste stoploss en de winstdoel, die staan wel vast. Nou, laat ik eens eventjes forceren dat de positie wordt ingenomen. Ik kan nu gewoon mijn aankooplimiet kan ik oppakken. Uiteraard kan ik dit ook gewoon, kan ik gewoon hier wat veranderen natuurlijk, maar het is ook wel leuk om dat in de grafiek te doen. Ik pak die order bait en dan moet ik die pakken zie, en dan kan ik schuiven. Je ziet nu de stoploss. En mijn winstdoel meeschuiven. Die afstand blijft hetzelfde. Alleen mijn aankoopniveau wisselt. Nou, nu laat ik hem vallen. Op de actuele koers. Nou, boven dan is het helemaal raak. Zo. Position 1. En ik sta meteen op verlies. Je hebt natuurlijk altijd dat je de spread. In dit geval liet ik hem denk ik ietsje hoger vallen. Dus dan waarschijnlijk overbrug ik dan de spread. En hij loopt. Overigens hou wel in de gaten dat met bijvoorbeeld, want nu dat spread verhaal valt, let even op dat met zo'n market order, maar in feite geldt er voor elke stoploss, als je stoploss geraakt wordt, wordt die order in feite omgezet in een market order. Dat is in sommige omstandigheden prima. Hè? De futures zijn, dat is een hele liquide markt, dus als je daar een market order plaatst, dan nou, is er niet veel aan de hand. Maar bij sommige opties, juist omdat er zo ontzettend veel optieseries zijn, zie je bij sommigen wel een enorme spread of een laag volume. Hè? Stel dat je toch een wat grotere handelaar bent en bied volume is 1 of laat volume is 1, ja, dan met een market order ga je jezelf in de voet schieten eigenlijk. Hè? Dus dan je moet wel even goed kijken of het type markt waarin je handelt, of die wel geschikt is voor market orders.
Ja, goed, anderzijds, als je met riskante producten handelt en je hebt een stop loss, dan zeg ik eigenlijk ook altijd, je wil er vanaf, je wil het verlies op dat moment beperken. Hè? Je moet je verlies nemen. Kosten wat kost, dan kunnen we eisen stellen aan de prijs die je ervoor krijgt. Maar ja, ondertussen loopt de prijs verder op, of ja, terug eigenlijk. En je verlies loopt verder op. Dus ja, Theo zegt, sell is ook goed op dit moment. Ja, er staat een virtuele winst. Niet heel veel, maar het is, deze future gaat behoorlijk hard hoor. Dus er staan heel snel staan daar grote getallen. Laat je daar niet door wijs brengen. Hier zie je ook het trade log knippert. Commission €2,15 voor het openen. Nou goed, per het sluit straks ook weer. Nou, laat ik nu eens voor de grap, misschien de tijd, even zien. Ik wacht niet tot 1 minuut voor 10 s'avonds. Ik ga hem zo meteen... Dus ik zag koopniveau, speed 30 minuten, 39,15. Ik weet niet precies wat je hier bedoelt. Misschien bij mijn algemene andere trading, ja. Nou, daar moeten we dan even op ingaan. Ik zal even kijken. Ik verander even dit automatisch sluiten. Verander ik eventjes. Ik verander het in 12,59. 30 seconden. Altijd even opletten dat je dan op update klikt. Bij Transmit Update. Zo, dan is hij weer geactiveerd. Dan is hij weer naar de beurs gestuurd. Chart orders bewaken de positie. En we doen nu net even alsof dit het sluiten van de dag is. Dus ik hoef niet achter de pc te zitten. Ik hoef niet gedisciplineerd te zijn. Dat doen alle child orders voor mij. En kijk, hij is net automatisch verkocht met een market order. Precies op het aangegeven tijdstip. En je ziet ook dat alles wordt opgeruimd. Dus de child orders die niet meer van toepassing zijn, die worden gecanceld. En die zijn weg. En de positie is gesloten. Met een winst van $121. Nou ja, als je weet dat deze future... die bewegen met $50 per punt. En dan ja, is dit 2,5 punt ongeveer. Dus dat is eigenlijk... ja, dat is 1 uur en dat is mooi. Zo kun je dus een hele geavanceerde order opbouwen. En ja, het sterke ervan is, vind ik... je kunt het helemaal van tevoren invoeren. Ook de parent order die nog niet getriggerd is... kun je alle child orders eraan koppelen. En je kunt weglopen. Nee, je kunt gewoon wat anders gaan doen. Je hoeft niet meer bij de computer te blijven. Je kunt ook niet meer impulse dingen doen. Hè, dat je in één keer te binnen schiet. Oh, mijn stoploss moet groter zijn. Hè, al dat soort ja, emotionele ingrepen in feite. Nee, je kunt gewoon weglopen. En je weet van nou, wat ik van tevoren ingesteld heb. Zo zal het zich gedragen. Je weet wat het maximale verlies is. Waar je beoogde winst is. En dat is ook van belang. Dat je de beoogde winst, dat je die ook dan pas neemt. Hè, als je... zegt van ik riskeer een bepaald risico, hè, 1R, en ik neem winst op 2R. Dat je dan niet stiekem winst neemt op een half R, met het idee van, nou ja, hè, van winst nemen is nog nooit iemand failliet gegaan. Ja, op lange termijn toch eigenlijk wel. Als je, tenzij je hitrate anders is, hè, maar stel je hitrate 50% is, hè, de helft van de trades sluit je met verlies, de andere helft met winst. Ja, dan moet je eigenlijk je winstdoelen wat verder laten doorlopen om per saldo over alle trades gemeten positief uit te komen. Dus te vroeg winst nemen, ja, het is wel winst, maar op lange termijn is het eigenlijk niet houdbaar als je dan te snel winst neemt in verhouding tot het risico dat je bereid was te lopen. Dus, en ook dat kun je dan op die manier met zo'n samengesteld pakket aan orders heel gedisciplineerd nou, laten gebeuren. En als geen van alle geraakt wordt, nou, dan heb je natuurlijk de enige afsluiter aan het eind van de dag, die market order om 1 minuut voor 10. En dan is de positie ook gesloten. Het bevordert gedisciplineerd traden, naar mijn idee. Ja, mechanisch handelen. Tot zover. De micro, ja, nou de micro IS of de gewone IS hebben hetzelfde prijsniveaus, dus... Ja, bij 20 punten winst pakken. Maar als je ook 20 punten risico loopt, hè, dan zit je 1 op 1. Hè, 1R. 1 staat door 1. Dan moet je hitrate eigenlijk bijvoorbeeld 70% zijn of zo. Dus dat kan wel hoor. Je kunt wel 1 risk tegenover 1 reward zetten. Maar dan moet je gewoon een hele hogere hitrate hebben.
Dat je even uitgaat van hit rate 50%. Tussen de 50 en 60% is wat mij betreft al heel netjes. Ja, dan moet je eigenlijk je reward wat hoger zetten. 0,5R, 2R, zoiets. En ook even kijken of dat gemiddeld genomen binnen een handelsdag past. Je kunt wel 5R zeggen, maar goed, ja, de kans dat hij dat haalt in één handelsdag is niet zo groot. Zijn er nog vragen of suggesties voor een volgend webinar? Ja, de markt is onvoorspelbaar. Ik dacht laatst ook van, het zijn rare tijden, maar eigenlijk zijn het altijd rare tijden. Dus er is altijd wel iets aan de hand waarvan je denkt, ja, als dit voorbij is, dan wordt het weer normaal. En dan heb je wel weer iets anders wat het normaal maakt. Dus, ja. Gelukkig maar. Hè? Je hebt gelijk, hoor. Soms heb je een dag, dan knal je naar beneden en dan knal je weer omhoog. Maar, ja, ik zie nog een vraag van Roel staan. Wat is jouw gemiddelde rendement op jaarbasis? Nou, dit jaar is het niet zo goed. We hebben natuurlijk één keer per maand altijd de performance webinars. Daarin kun je het allemaal teruglezen. En ook op mijn site trouwens. Ja. Daar kun je alle transacties zien en resultaten. Dit jaar sta ik in de min. Het is ook al even lastig. Hoe bereik je rendement wanneer je met futures werkt? En sowieso trouwens hoor. Maar wat is je werkkapitaal? Je kunt zeggen, ik bereken rendement tegen margin. Maar ja, dat is ook niet helemaal eerlijk. Want ja, als je dan één verliestrade hebt, dan kun je eigenlijk al niet meedoen. Dus dat is niet één op één te beantwoorden. Op mijn site zie je echt de getalsmatige, en op trades vergelijken trouwens ook, zie je de getalsmatige winsten en verliezen per maand uitgesplitst. Dus je kunt op de site even kijken. Dan zie je alle overzichten staan. En dan staat het gewoon in dollars. En dan kun je zelf beslissen van, nou, hoeveel werkkapitaal wil ik daarvoor beschikbaar houden. Dat blijft een lastige discussie. Wat is eerlijk in een rendementsberekening? Daarom zeg ik maar altijd gewoon in dollars het resultaat. 2 goede trades per jaar. Ja, dat is waar, Theo. Dit jaar gaat gewoon slecht. Ik kan er niks van maken. Ik word steeds op het verkeerde been gezet. Dus voor de performance hebben we een andere webinar. Dan kunnen we daar langer op ingaan. Maar goed, je kunt ook alles op de sites teruglezen. Mijn eigen site en tradesvergelijken.nl. En als over dit onderwerp vragen zijn, dan kan het nog net eventjes. 4 over 1, 5 over 1 zie je. Ja. Dan voor de volgende keer. Nou, je bent iets te bescheiden, Raoul. Ik ga je even overnemen. En ga naar de website van Traders Vergelijken. Hè. Dat is daar de website waar we aan verbonden zijn. Waar eigenlijk alle traders staan met hun systemen. En je ziet hier ook dat Raoul daar eigenlijk met 2 systemen staan. Maar in wezen is dit 1 systeem. En je ziet hier al dat op het moment dat je met de grote future meewerkt of mee wil doen. Vergelijk maar met de opties. Hè. Je hebt de call and put optie op de AX en je hebt die MOA. Nou, Raoul heeft ook, laat ik zeggen, een systeem met een gewone future. Heb je dus €20.000 nodig. Maar je hebt ook een systeem, en die tik ik nu eventjes aan. En dat is dan, laat ik zeggen, de mini future. Hè. Laat ik zeggen, de MOA van de opties. Micro zelfs, en dan is de mini van de future. Het kleine broertje. Het kleine broertje. Ja. Oh, ik dacht dat het daar bijgewerkt zou zijn. Nou, dat telt niet helemaal. Ik ga even terug. Want natuurlijk is het zo dat exact dezelfde resultaten bij de grote broer zijn ten opzichte van het kleine zusje. Maar dan uiteraard delen door 10. En nogmaals, Raoul, je staat dit jaar in de win. Dat kan natuurlijk gebeuren. Geen enkel systeem is alleen maar winstgevend, beste mensen. Als mensen op internet roepen dat het geval is, ga er alsjeblieft geen stuiver naartoe doen. Ja, ik ben er van de ouderwetse stuivers en gulders. Want dat kan niet. Dat zie je hier ook bij alle systemen. Zie je ook bij mijn systeem. Zie je ook bij het systeem van Rol. Maar je ziet natuurlijk wel dat de hitrate en de performance vanaf 2017, dat positief is. Dus je mag ook best iets positiever zijn, Raoul. Je bent niet het type om te zeggen, ik ga dat eens even aanprijzen. Maar je kunt dit systeem dus al meedoen met een benodigd kapitaal van €2.000. En hetgene wat Raoul heeft laten zien, dus de parent order en de verschillende child orders. Ik kan me voorstellen dat je dat ingewikkeld vindt nog steeds om dat in te geven. Maar het voordeel van traders vergelijken is dat je met één druk op de knop dat je exact dezelfde transacties kunt doen als Raoul. En je maakt dus ook exact hetzelfde rendement als Raoul. Dus je kunt je trouwens, als je hier meer over wil weten, kun je ook aanmelden bij traders vergelijken. Je kunt ook jezelf opgeven voor de nieuwsbrief. Je wordt daar niet elke 3 seconden gespamd, maar je krijgt 1 keer in de maand krijg je een
een berichtje waarin alle traders hun systemen aangeven ja, wat de werking is en wat het resultaat is geweest over de specifieke maand. Of tenminste over de afgelopen maand dan uiteraard. Dus zo moet je dat in wezen bekijken. Dus meld je ook aan bij de nieuwsbrief. Heel gratis. En heb je interesse om het systeem van Roel te volgen, dan kun je ook aanmelden. Gaat eigenlijk heel makkelijk. Ik ga ze even voordoen. Nou, deed ik dat nou zelf? Even kijken. Het zijn, zijn echte resultaten, Roel. Ja, oh, ja. Ja, zijn echte resultaten. Ja, inderdaad. En dit had je natuurlijk eigenlijk ook naar 2017 door kunnen trekken. Want hè, dat is dan exact hetzelfde, maar dan uiteraard 1/10 variant. Precies, van ja. Het geheel. Dus hier kun je dan op een gegeven moment ook je naam, adres, mail, mailadres plaatsen. Als je hierop aanmelden drukt, dan kom je uiteindelijk ook op dit veldje terecht. En kun je aanmelden bij Roel. Het enige wat je dan eventjes moet doen, is het juiste systeem selecteren. En dat, even kijken, moet ik even mijn brilletje opzetten. En als broker Maxim kiezen, want je kunt ook Saxo kiezen. Dat is natuurlijk ook voor heel veel systemen prima. Maar in mijn geval is het, als je met futures trade zit, is Maxim echt aanbevolen of noodzakelijk. Ja, dus ook de Maxim als bank. Nou, hier vul je dan je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, etcetera, in. En dan hier het woordje aanmelden. En Dennis Fransen zal dan op een gegeven moment contact met je opnemen. Om alles in gereedheid te brengen. Hè? Dus ook dat je handelspermissies goed staan. En dat je de signalen via Telegram doorgestuurd krijgt. En dat je met één druk op de knop exact dezelfde transactie verricht als Raoul. Dus dan hoef je niet al die parent orders en child orders onmatig in te geven. Dat is eigenlijk de leuke variant van traders vergelijken. Even kijken, ik ga nog heel eventjes naar de chat, want we raken een klein beetje over de tijd heen. Ik zie inderdaad staan, ja, het zijn echte rendementen. Bij traders vergelijken zijn alle rendementen echt. Hè? Dus er staat niet iemand die zegt, ik maak zoveel procent per maand of per jaar en dat het uit de lucht gegrepen is. Nee, dat zijn allemaal... Ja, dat is belangrijk om te zeggen inderdaad, want er zijn inderdaad sites waar je... Nou ja, heel veel jaren backtest ziet. En dat is natuurlijk waardevol. Hè? Voor de ontwikkelaar van een systeem is dat waardevol om iets uit die backtest te halen. Maar goed, daarna wil je natuurlijk echt de resultaten zien. En wat je op Trades Vergelijk ziet, dat zijn echt de geboekte resultaten. Ja, echt, ja resultaten. Klopt inderdaad. Dus dat inderdaad gezegd hebbende, geen backtest resultaten, niet in een PaperTrade account. Hè? Dus met daadwerkelijk geld wordt dit gerealiseerd. Even kijken, Roel. Ik denk dat we het zo doen. Dat ik jou ga bedanken voor jouw interessante uitleg weer. Ik ga alle deelnemers bedanken. En met name ook de mensen die een bijdrage hebben geleverd om de weekopties en de dagopties vindbaar te maken. Het is niet zo dat ik erin in handel. Ik heb ook heel veel contact met Harry Klip. En die heeft ook gezegd van ja, weekopties en dagopties, dat zijn ook meestal. Dat zorgt er ook voor dat jouw geld daar opties is, hè, dat het op die manier weggaat. Hè. Dat is meer gokken, meer op de krasloterij-tour. Maar goed, hè, dat ja. Voor elk wat wils, dus dat mag ook. We gaan een volgend webinar inplannen in de loop van volgende maand ergens, om wederom dit webinar te herhalen. We noemen het eigenlijk de kracht van de herhalingen. We zien altijd toch ook weer nieuwe mensen instromen die dan ook nog eventjes willen kijken hoe het allemaal werkt, of dat een aantal mensen zeggen, hey, ik wil toch nog even een kleine reminder hebben hoe een en ander werkt. Nogmaals, Roel, jij bedankt. Alle deelnemers bedankt. Ja, ik bedankt ook. Maak nog even een kleine reclame voor mezelf. Morgen om 12:00 geef ik een webinar. Dan ga ik in op de basiswerking van opties. Hoe werkt een call optie? Hoe werkt een put optie? Hoe kun je dat offensief inzetten? Hoe kun je dat beleggingsinstrument defensief inzetten? Dus je bent van harte uitgenodigd morgen om een paar minuutjes voor 12:00. Dan geef ik achter de présence. En dan gaat het dus puur specifiek over opties en de basiswerking daarvan. Dus graag tot morgen. En anders alvast een heel goed weekend voor later. Fijne dag, geniet ervan. En tot de volgende keer. Dag. Dank allemaal. Tot ziens.